Arnold Karskens, Henk Hesse, Robert Dijkgraaf, Tsuko 103, Umberto Tan. Mijn tafeldame is Loes Luca. Dit is De Wereld Draait Door. Klaas Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van minstens 22 verzetsmensen. Na de oorlog werd hij tot levenslang veroordeeld, maar Faber ontsnapte uit een koepelgevangenis in Breda en vluchtte naar Duitsland. Hij is nog één van de laatste vier voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadigers. Dit tot grote frustratie van journalist Arnold Karskens en de nabestaanden, waaronder Henk Hesse. Heren, welkom. Henk, wiens vader is doodgeschoten door dezezelfde Faber, dat hij nog steeds als vrij man in Duitsland woont. En niemand doet er wat aan. Dat is natuurlijk een van de grootste schandvlekken op de Nederlandse hedendaagse geschiedenis. Dat een van de grootste moordenaars, want je zegt 22, maar er zijn heel veel zaken niet belicht, dus het loopt tegen de 50 op. Mede schuldig of schuldig aan de dood van zeker 50 Nederlanders. En hij loopt nog steeds vrij rond binnen de Europese Unie. Meneer Hesse, uw vader, wat Arnold zegt, was een van de slachtoffers van Klaas Faber. Ja. Wat deed uw vader in de oorlog? Nou, hij zat in het verzet. Hij zat onder andere bij de inlichtingendienst en bij een groep die distributiebonnen verspreidde onder onderduikers. Ja. Ja? En ze brachten ook onderduikers onder. Ja. Ja? En wanneer is hij verraden? Of is hij tijdens een actie opgepakt? Of? Nee, hij is... Nou ja, verraden weet ik eigenlijk. Zo mag je het niet zeggen. Op 9 november is er een inval geweest bij een radiozender. En ja, die man die daar gepakt is, die is na verloop van tijd door verhoor, heeft hij moeten verraden. Maar goed, dat kan je niet als echt verraad beschouwen. Doorgeslagen. Hij heeft een Duitse nationaliteit. Door de laatste natie werd nog van kracht in Duitsland. Ja. Dat werd der Führer uit 1943. Dat vinden we schandalig. We vinden het schandalig. Ja, er is een wet ingesteld tijdens Hitler die hem eigenlijk beschermt. En die is nog steeds van kracht. Ja. Dat is de enige natiewet die nog in Duitsland van kracht is. Belachelijk natuurlijk. Ja. Nou, wij willen gewoon heel erg graag dat het parlement druk uitoefent op de minister van Justitie, Hiers Palin, om de nabestaanden ook gewoon wat juridische steun te geven. Ja? Ja. Dat ze ook een Duitse advocaat kunnen aanstellen om het daar te volgen. We willen ook dat bij een civielrechtelijke zaken, dus dat hij nog een soort van schuld bekend en ook betaalt aan de nabestaanden. Dus dat ze gewoon nog recht hebben op juridische bijstand. Als meneer Henk Hesse nu een civiele zaak aankaart tegen Faber, moet hij dat zelf betalen. Ja. Dat is toch belachelijk? Ja. Vanaf 1 mei is hij de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En morgen verschijnt dit boek, Blikwisselingen. Een bundel van artikelen die een pleidooi zijn voor de verwondering, de eenheid en de speelsheid van de wetenschap. Robert Dijkgraaf, welkom. En wat is dan de titel? Blikwisselingen. Ja, dat is een titel die wiskundigen heel graag gebruiken. En het is zoiets van, je kent het misschien allemaal wel met een soort puzzeltje. Ik vind dat prachtig met optische illusies. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n prachtige jonge dame, wit in zwart. En dan zegt iemand van, ja, maar er zit ook een heks in. En dan draai je het om. En dan zie je ineens die heks. Ja, 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 ja. En bij de wiskunde gebruik je het van, ja, heb je soms zo'n bewijs, dan moet je naar kijken. En dan zeg je, ja, zie je het niet? En dan dit is een meditekening. Ja, dat is die tekening, zeg maar. Zie je de heks nog niet? Nee. Je zit nog steeds te kijken. Ja, Tommy staat heel druk te gebaren. Ja, maar dat hier, zie je dan hier. Maar ik zie het niet. Ja. Ik vrees dat we nog een paar uur door moeten op internet met Loes. Maar zij ook niet, hoor. Zij zien het ook niet. Nee, niet alleen maar ik niet. Oh, jij nou ineens wel, vuile. Ja. Ja, Tsuko 103. Ze worden de uitvinders van de Brasilectro genoemd. Ze zijn dit jaar precies 10 jaar bij elkaar en reisden voor hun 6e album af naar Rio de Janeiro. En daar hebben ze met ex-kindsoldaten muziek gemaakt. Wat doe je als je man niet kan dansen en je hebt geen zin in een dansschool? Dan roep je de hulp in van Umberto Tan. Hij presenteert het nieuwe RTL-programma Mijn Man Kan Niet Dansen. Er zijn 3 mannen die worden opgegeven door hun vrouwen. Ja. Kinderen van mijn vader of mijn man kan niet dansen. Ja. Neem ik ze meteen mee, ik overval. Ze gaan een week mee, zitten in huis met elkaar en trainen elke dag.
en moeten dan twee dansen oefenen. Een verplichte dans, dat is een dans uit een musical, een videoclip of uit een film. En een vrije dans. En die vrije dans is gewoon ook helemaal los met hun eigen muziek, alles erop en eraan. Ze krijgen een persoonlijke coach. En die persoonlijke coach die kan ook nog wat winnen. Die wint €2.500 als hun man wint. Oh, ja, dit zit heel persoonlijk gewin. Heel veel lijntjes en in. En kunnen we dan, gaan we dan ook bellen, of niet? Nee. Oh. Nee, er is een vakjury. Dat is een choreografe. En er is een publieksjury. Die geeft gewoon punten. En willen ze daar niet van hun vrouw af?